mensen van EagleTubers en welkom bij een nieuwe video hier in Park Flying Eagle. Vandaag is het 30 oktober, de dag voor Halloween. Het eerste deel van de Halloween special, Jens, leg uit nu meteen. Oké, dit is een heel groot Halloween special. En dit is video 1 ervan. En de volgende komt morgen online. Yes. En we beginnen met Dark Rides. Want we hebben Dark Rides en Spelletjes. Yes. We hebben hem alles natuurlijk. Ja, dat is, dus we staan hier nu in een mooi hotel, dat, waar het zwembad trouwens van aangepast is. Ik weet niet of we dat hebben laten zien ooit, maar bon. Ah ja, dus hoe dan ook, we gaan naar boven. We gaan uit het hotel en we gaan naar die dark rides toe, Jens. Let's go! Het is donker in het park. We beginnen de oudste. Ik heb dat er al 2 jaar staat. Maar dat is ook geen overheid, dus we gaan doen. Zeer juist. Die is ook gebouwd door Jorzef Productions. En dat is deze broer. Jens, open weer de attractie, jong. Maar, ik zal het weer een bordje placeren vooraf. Als owner zwier ik de Halloween special open! Ja, ja! Ja, dat mag ook. Hier kunnen we gewoon binnenlopen, dus no worries. Kom Jens, we gaan binnen. Is dat mijn audio hier? Ja. Ik zal even slash audio intypen, jongen. Alles even op de audio van onze server, you know it's good. Voilà, let's go, we gaan even naar de attractie vliegen. En hier is die. We hebben die vorig jaar ook gedaan, denk ik. Ja, dus die is natuurlijk een oud ding, maar het is nog altijd heel erg eng en leuk. En er is een verhaal bij. Of is dat weg? Ja, hier is het verhaal. Lees het even, zet op pauze. Als jullie het willen lezen. Er zijn een paar veranderingen. Ja, maar niet vooral. Want dat valt altijd eigenlijk. Ja, dat zal ik ze mee doen. Het is aan het regenen, mensen. Ah nee, wacht, ik zal het wel doen. Dat is wel doen. Bam, de attractie komt hier aan en we gaan erin, mensen. Ik ga... Oeh, het is aan het regenen. Verandering is... Ah, moet je het op Moody zetten, Jens? Ja. Bam, we gaan even op Moody en het wordt een crazy tocht. Halloween is echt nice, mensen. Ja, mensen. Dus de volwassen zijn er vaak ieder jaar naar Walt Disney Halloween. Oei, er is geen muziek in de ride. Dat komt erbij geëdit, mensen. No worries. Oké, nu gaan we daar nog iets zien. Oh boy, een zombie! Oh! Een zombie die achterwaarts kan lopen, wat een echte broer. Slaapkamer, broer. Oh, oh, oh. Ja, vroeger gingen we hier aan barriers, ja, nu vroeg hier. Maar die zombie was een verandering. Ja, dat was een crazy verandering. Een zombie die achteruit loopt. Gelukkig dat hij niet gestrumpeld is. Zie je het grote gebouw een paar keer zien? Dat is normaal geweest. Ja, we kunnen ook, ik zeg net een bliksem hoe eng, hoe crazy. Dat is hier dan met dat stapje. Ja, dat was echt vroeger, maar nu niet. Ik heb die plugin weggedaan wegens gevaar. Vroeger deed ik met stafjes zo inslagen. Met dat ijs en dat vuur. Ja, ik wil dat terug hebben. Binnenkort ga ik terug pranks uithalen en Jens helemaal bevriezen en shit. Dat wordt echt leuk. Hou het kanaal in de gaten natuurlijk. Ja, maar ga ik wel online komen om u te kloten, dus no worries. Ik heb dat ook online nodig. Nu zijn we natuurlijk aan het hotel bezig met zijn opgang. Dan moet ik even vieren. Daarna is het wel echt tijd voor het nieuwe park. Ja, dat is een goed idee. De kast in. Het is een goed idee om in die video's eens te bevrezen. Dat doe ik daar weer op de rails. Ja, ik zie dus eigenlijk geen dikke vetpunt, dus. Ik zie dus echt geen fucking fucken.
zien wel terugkomen. Ik zie enkel het karken bewegen, dus ik kijk gewoon naar beneden. Wat een eng sound effect, mensen. Gefixt door Johan's Productions, niet te vergeten. Oh, hier, dat mist je. Voor ons ding. Yo, ik had dat effect al vergeten, man. Ik verschot zelf een beetje van het effect. Oh boy, een haardvuur. Crazy! Ik denk dat de mensen meer verschoten waren van Jonas geen kruis dan van Sam. Goeie guys! De oude van. Ja, die weet nog niet dat je wijf vermoord is. Hey, madame! Uw dood is, die is vermoord. Trut! Ja, je hebt het niet gehoord. En we komen weer in het station en ik zie geen ballen, dus ik ga terug moeilijk afzweren, want godverdomme. Dat is voor de volgende dag, right? Ja, ook een maat door Jonas Productions te bereiden. Let's go! En daarvoor gaan we naar Londen. Ja, daarom warp nee, zeker. Nee. Ik weet nog in de tweede video, of. Dan zei Jens van. Ah, maar super cool dat we kunnen warpen en zo. Dat was in de Evolution. Toen waren we allebei amateurs. Want deze vond de Parkour Junior toen mooi en dat was echt een scheid aan het tragezien. Ja, en toen vond je alles dat wel mooi. Toen was hij zelf ook niet de beste bouwer. Maar kom, dit is American Werewolf in London. Een attractie waar we terug de dingen op mooi die moeten zweren. Dus let's do it. Hopla, ik zie al bijna geen niks meer. En hier sneeuwt het. Jens, goed gedaan van me. Oh ja, die is het. Sorry, maar moeilijk zie ik in een bal, dus ik had dat in het midden. Kijk. Waar is er, mensen? Oké, je kan wel apart dat wakker te krijgen. Ja, jij blijft maar hier staan, zeg. Dus ik ga hem op. Ik heb die attractie al even doen. Ja, dus ga maar weg. Zo raar dat ik u gewoon net voor de bal zie staan voor alle dingen. Ja. Bam, let's do this.
bang! Nu deze ride achter de rug is, Jens. Kom terug, jongen, uit die ride, jongen. Nu. We gaan verder, dit, hè. Ik heb een shot van mij. Ik ben wacht op 10 euro thuis. Ik bang, Jens. Ik zal dit ride terug toezwieren, hè. We gaan nu op naar de volgende attractie, Jens. Welke zal het worden? Lastig. Ga er naar toe. De minste van de drie. Gelukkig, want ik ben veel te bang. Erop af, Jens. Nu met hen. Ik heb geen goed om te wachten. Ah, hier. Nou, hier is een watershow, maar Jens doet daar maar niet aan verder. Echt jammer. Bam! Welke gaan we nemen? Zombieland, Horror Games, or The Run? Welke heb je gepakt, gast? Zombieland. Zombieland, dat is ook weer gemaakt door de Horror Productions. Oh boy, hoe crazy is het hier? Ik heb het hier ook allemaal gepakt. We gaan beide dingen doen deze video, maar we doen het wel kwijt. Zombie King, ah ja, die heb ik ook gemaakt. Ja, tofste, hè? Moest jij weer per se eerst gaan? Ja. Bam. Bam, ik ga aandrijven. Ik zal mijn brightness terug afzweren, eigenlijk. Ik zit op 50%, anders is het veel te eng. Ik wil bij en brightness van mijn wangen. Bam, we zijn weer terug en de muziek is ook meteen begonnen, wel een crazy ding. Don't open, oké, dan gaan we dat niet doen. Boy, wat is dit? Je hoort allemaal zombies, mannen. Oh boy! Er komt een zombie achter mij aan, mannen. Jullie zien het wel. Ja. Ah, weer een zombie. Dat hier allemaal. Het komt me dat je jammer. Kan de Jens Mullen toe, jongen. Jens weer allemaal uitgemaakt, want we zitten er niet eens van. Oh boy, er is een zombie gespot. Waarom rij je door het gras? Oh, dit is aan, korte rit. Jammer, jongen. Ik ben bang voor die zombies, jongen.
Kom maar rennen! Wordt laten sluiten. Bam! We zijn hier weer aangekomen. Jens, we zijn aan de attractie slash what up plan. En wat gaan we nu doen? Het volgende, Jens. Zeg het naar nu met de heren. Trek naar Zombieland. Moet ik terug in Zombieland? Ja. Ander. Een klinische spelletje. En dit moeten we in Game of Thrones. Oh boy, het wordt een crazy game. Wat zal het worden? Wat zal het worden? Ik heb geen idee zelf. Oh, ik heb wat te veel loot in mijn inventory. Ik had er even allemaal uitzweren. Ja. Dus, ik kom terug naar Zombieland. Met mijn pens. En dan ga ik in... de game. Oh boy, Jens. De spelregels moet ik doen. Oké, oké. We zitten hier in een hotel. We moeten hier zien te ontsnappen door dingen voorwerpen te vinden en dan moeten we daar sleutel vloeiend van maken. En we moeten samenwerken dus. En dan moeten we hier in de kop. Ja. En ondertussen lopen hier een pak zombies. Ja, ik zie dat ons god uitgezweerd is. Ja, god is uitgezweerd en bij u ook. Ja, en het zit dus in chesten alles. Dus ja, wel in. Ja, dus Jens, zie maar dat de zombies er zijn. Hè. Zijn er nog zombies onderweg of wat? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet uit rond. Bam, dus we moeten... aan het werk, Jens! We splitsen nog. Maak mijn inventory vol. Hopla, YouTuber, leeg is weer. Oké, zoek hem maar. Als die zombies lopen, wat ik niet eens denk, maar... Ik heb deze droom zelf gemaakt, maar ik weet niet meer waar ik altijd liep. Ik wel, zeg. Ik zie geen dikke droom. Allee, dat is wel de bloem. Zonder te lachen, hè, Dikkie. Ja, ik kan ze eigenlijk wat eten geven. Een beetje voedsel. Lekker eten, Jens, want je wordt moe van wat alles gelopen. Oh boy, ik ben hier in allemaal kamers. Oh man, dan ga je nog een hel weer om te zoeken, denk ik dan. Kamer 1, geen loods. Oh. Kamer 2 geen loot. Jens heeft loot. Ik heb een redstone. Ik ben boven, hè. Moet ik... is er boven ook loot? Ja, misschien. We hebben in al die kankerkisten aan het zien. Oké, redstone heb ik gevonden. Wat kan ik daar nog maken? Oh, ik heb een stick gevonden, Jens. Daar kunnen we een redstone een torch van maken. Oh. Flink, Jelef, ik heb hier een goede vangst gedaan. Bam, boven in die gang is alles geloot en daar is een stick van terechtgekomen. Mag ik nog meer kamers? Oké, okay. Waarschijnlijk gaan we niet zo al te veel wat ik doe. Want die bewegen echt zijn eigen. Ik heb nog geen enkele gevonden, dus no worries. Misschien bewegen die ook niet eens, dus ik kan wachten even tegen. Oké, we hebben allemaal nodig voor redstone. Redstone, stick. Ja, ik heb al een stick. Veel gaan. Ik heb bovenal ja, twee gangen met kamers gedaan, Dickie. Ja, maar ik heb misschien mensen maken. Ja, ik heb het
gezellige kamers. Nog een lange gang zonder kamers, wat is hier dan al doen? Oh, hier is een trap naar boven. Oh, er zijn hier nog kamers. Wat moeten we, eigenlijk wat moeten we nog allemaal hebben, Dickie? We moeten dingen kunnen doen. Loot zijn moeten we daar. De kelder. Dan een crafting table. En daar een paar. Ik heb alvast een stick gevonden, dus dat al meer dan genoeg voor een deur open te zweren. Is er ook zo groot als Dickie? Dat je vroeger een winkelcentrum, je eerste dacht een winkelcentrum te maken, maar ik kan het toch niet. Ah, ik haat winkelcentra's. Ik haat winkelen. Maar ja, de vrouwen die doen niet leveren. Ja, ik heb iron gevonden, Dickie. Dat is niet waar. Dat is een goede vraag. Een hendel of zo? Nee. Maar ik heb al veel kamers boven bekijken. Nee, ik krijg dat er geen zombies op komt zijn. Ik doe niet echt bewijzen. Ik ga die trappen van naar boven nemen, even. Nog een verdieping omhoog. En hier zijn nog weer kamers, wat een verrassing. Halleluja, al die kamers. Ja, alleen maar kamers. Maar ik heb wel veel kamers bezien, hè. Oké, we gaan verdiepingen zien. Dit is de rest. Ik ben gewoon op de bovenste verdieping de gang aan het bekijken. Ja, ik weet wel dat ik bijzonder heb. Ik heb het zelf gedaan. Ja, jij weet alle loods. Ik weet waar we gekomen zijn. Ik weet het niet. Gezellig kamertje. Ja, Ringhorst, ik weet dus niet waar ik nog meer loot kan vinden, jongen. De kamers zijn ook gewoon veilig, omdat dat loot is en ladder en dan moet je erin. Ja, hier was dus niks in deze gang. De laatste kamers van deze. En. Durf niet meer. Ik had dus nog weg van de intrek al. Oké, Ringwoord, ik kom terug naar die hal. Ik heb twee zaken gevonden, dat zal wel genoeg zijn voor te beginnen, pijs ik. Wat nou die kamers? Ik word er ziek van, ja. Bam, ik ben op de onderste verdiep. Waar is de kelder hier ergens in? Ja, ik zit nu even terug bij de. We moeten maar één deur doen. Wachten. Waar bent je ergens in geweest? Oh boy, Crazy Jens is hier. Jens is verschrikkelijk. Oké, dan heb ik. Oh boy, zo'n trap, hoe geil. Zo wil ik er alleen in ons kantoortje hebben. Daar zijn we nog niet geweest. Ja, kom jongen, ik heb al genoeg loot voor je te ontsnappen, denk ik. Ja, daar heb ik al een gang gedaan, alles in zeggen. Oké, hier is de spawn van de zombies, maar er staat dus geen zombie meer in. Dus, ja. Ah, hier, het dak. Dak. Oh, dak, is er nog een buitenverdieping, Dickie? Ga rapper, jongen, ik zit onder uw rijt. Jammer. Oh, boy, het dak. Hier kunt u niet.
dat mag voor die zombies zijn. jongen, die zijn op vakantie, jongen. Waarom speel wordt zijn die? Zeg, als je iets hebt gevonden op het dak, hè, Diggy. Ik denk van, jongen. Wacht, wat zeg je daar allemaal? Zwijg. Ik zou maar rap zwijgen, want anders kom ik iets naar de berg erin met mijn villa. Ja, jij hebt loot. Let's go! Voor mij wel het enige wat ik op dak doe. Ja, dat is logisch. En het is het enige. Kom, we gaan naar beneden, Jens. We kunnen, denk ik, craften. Dat is goed. Ik weet niet eens hoe we beneden craften. Ik zie dat knopje hier. Allee, ga wat. Ga vet, ja. Ach, nee. Och, jongen. Wees ik kwaad, hoor. Hij heeft al kwijtgeraakt zijn, jongen. Godverdomme. Het is altijd hetzelfde, jongen. Ja. Let's go, Daniel! Ik ben van de neer. Waar ergens... Ah, daar, Daniel. Kom, jongen. Hij laat niet zo rap, ja! Godverdomme, ik zit fly aan, jongen. Hopla, ik ben naar beneden gesprongen, zei Dickie. Dat gaat wel rapper dan nu precies. Ai, ai, ai. Kill. Ai, ik ben rapper. Oké. Hopla. Welkom in mijn kelder, homo. En Jens. Ja, inderdaad, homo. Oké, ik heb een button kunnen maken. Ja, dat moet dus niet, ja, Jens. Geef die redstone terug, jongen. Ik wil een redstone torch maken, ja. What the fuck, jongen. Jeez. Fuck dat kind of zo. Bam, redstone torch gemaakt. Let's ontsnap. Laat me ontsnappen, jongen. Hola, ik moet terug eten, want ik ben aan het uitgaan met de beekies. Ja, okay. Nee, we zijn ontsnap. Kijk, dit was een stoem spel. Er waren geen zombies. En waar zit ik aan? Ik ben terug op het plein, maar we zijn ontsnap. Nee, ik ga even ontsnap blijven. Hopla. Ik ben ontsnapt! En dit was de eerste video. Ik ben ontsnapt! La 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 la. Check hier Aqua Eagle, de watershow. Ik ga even een kleine uitleg geven erover. Nu je toch bezig zijn. Kijk, hier de controlekamer, zelf gemaakt. Echt super professioneel. What the fuck zit je allemaal, gast? Ik ga er even. Ik laat even zien aan de mensen. Aan de echte mensen van Jens, what the fuck. Check dit, man, what the fuck. Een echte kamer! Een andere al die andere kinderen. Jens, ik zou maar opzwijgen of ik zwier van het kanaal voor altijd. Maar voor mensen! Altijd. Mensen, dit was de eerste video van de Halloween special. De volgende komt zo snel mogelijk online. Alleen morgen dus. Laat even de kites leuk doen voor het af te sluiten van de eerste Halloween special. Top. Wacht hè. Oh man, game mode staat af daarmee. Slash, we are activate. Fire, walk! Dank wel! En tot de volgende zitting. Tot morgen, mensen. Later! Vergeet morgen de andere Halloween special niet te checken.